Morgenavond lijkt het dat je je eerste basisplaats krijgt. Hoe lekker is dat? Ja, op training afgaande, dan, als je naar de hesjes hebt gekeken, dan lijkt het er inderdaad op. En ja, mocht het zo zijn, is het natuurlijk een lekker gevoel en ga ik gewoon alles geven. Nou, ik weet niet of ik degene ben die het moet doorgeven, maar de trainer had toch gezegd dat je morgenavond startte? Oké, nou ja, ik heb, vaagjes heb ik wel iets gehoord en nou ja, training zat ik ook bij de basiself, dus ik had het idee al, dus het is lekker als je het nu zeker weet. Dit is je eerste voorjaar, heb je een keer in de Eredivisie meegevoetbald hier in de tweede helft. Hoe anders is dat, een basisplaats of invallen? Ja, vorige wedstrijd was tegen Excelsior, toen tweede helft. Nou ja, basisplek is natuurlijk heel anders. Ik bedoel, het was tweede helft. We stonden gelukkig al 1-0 achter. Nou ja, dan heeft de wedstrijd al een bepaald beeld. En nu begin je gewoon vanaf nul. En ja, dan moet je gewoon zorgen dat je wedstrijd vanaf de eerste minuut naar je ploeg toetrekt, zeg maar. Je kreeg vorig jaar in de Eredivisie wedstrijd kreeg je wel je handen op elkaar. Je speelde redelijk, of tenminste goed, voor heel veel invallen. Geeft dat ook extra druk? Nee, voor mij niet hoor. Nee. Inderdaad, was een goede helft. Maar wat ik zeg, was inderdaad laatste wedstrijd. Voor ons was het toen al gedaan. Dus ja, op zich had ik toen niks meer te verliezen eigenlijk. Maar het geeft verder geen extra druk. Je speelde vorig jaar nog in de beloftes. Waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik speelde inderdaad in de beloftes. Daarvoor speelde ik bij Groningen. Heb ik 5 seizoenen gespeeld. En daarvoor hier bij Cambuur 2 seizoenen in de jeugd. En toen ben ik door die samenwerking uiteindelijk bij Groningen terechtgekomen. En bij welke amateurclub kom je vandaan? Ik begon bij Nieuweschoot. Daar heb ik denk ik 6 of 7 jaar gevoetbald. En daarna 1 jaartje bij Drachtse Boys. En toen naar Cambuur toe. Ja, de hoek van Heerenveen eigenlijk. Ja, klopt. Klopt. Het is spannend. Wat verwacht je eigenlijk van Volendam? Want het is een moeilijke ploeg. Ja, we hebben natuurlijk net beelden gekeken en een en ander gehoord. En het is inderdaad een sterke ploeg, een compacte ploeg. En ja, er zitten een paar volwassen jongens bij en een paar jeugdige, ja, goede spelers. Dus het is gewoon een sterke ploeg. Maar we hebben zelf ook een sterke ploeg en ik denk dat we ze prima kunnen bespelen. Weet je wat jouw directe tegenstander wordt? Ik denk Kwakman, maar dat zal de wedstrijd uitmaken. Dat weet ik niet precies. Maar dus jong tegen oud? Ja, volgens mij wel, ja. Ja. Maak je dus? Dat hoef ik, denk het niet, hij heeft wel ervaren natuurlijk, dus wordt een leuke strijd denk ik.